Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik zitten voor jullie voor de sterrenbeelden. En dit keer ga ik het in een iets andere vorm doen als jullie van mij gewend zijn. Normaliter pak ik per maand, per sterrenbeeld een video. Dit keer ga ik het met de tekens doen van vuur, lucht, aarde en water. Ik ga dus beginnen vandaag met de vuurtekens. Dat is dus deze video leeuw, ram, boogschutter. In een andere video zullen de andere elementen naar voren gaan komen. Dit zal ook duidelijk in de thumbnail staan en in de titel. Dat dit voor die sterrenbeelden geldt. Er gaat dus ook echt per sterrenbeeld een kort stukje komen. En dit is dit keer ook gerelateerd aan maart, maar ook april. Nou zal er waarschijnlijk, als de tijd haalbaar is voor mij, in april ook nog een bonus reading komen. Maar voor nu is het dus even voor maart en april. Dus we gaan gewoon vandaag starten. Vuurtekens, ik hou hem nog even in beeld. We beginnen met de leeuw, dan de ram en dan de boogschutter. Dus lieve leeuw. Ik hou deze even in beeld, zodat ik, als ik de ruimte ervoor vind, ook de timestamps beneden in de beschrijving kan zetten. Dan is het makkelijker voor jullie om de video ook door te scrollen, mocht dit voor jou nodig zijn. We gaan dus lekker beginnen, lieve leeuw. We gaan kijken wat er voor maart, maar ook april dus naar voren gaat komen voor jullie. Moet ik die pakken? Nee. Nou, dat zijn er te veel. Ik wil er echt maar eentje. Oké, we krijgen aanhoudende maan. Deze situatie levert niets op. Dus er is een element waar je nu op dit moment nog energie aan het geven bent. Maar dat is niet eigenlijk meer compatibel met de energie waar jij op dit moment naartoe aan het stromen bent. En dan kun je dus in vele vormen kun je dit bedenken. Hè? Dit zal voor iedereen anders zijn. Het is natuurlijk gericht op een grotere groep mensen waarvoor ik video's opneem. Dus het kan zomaar zijn dat het voor jou een andere betekenis heeft als voor een andere kijker. Dus voel vooral wat voor jou belangrijk is, waar het op aanslaat, waar jij het gevoel bij krijgt, waar het mee te maken kan hebben. Laat de rest lekker los. We pakken er nog een andere kaart bij. We hebben wijsheid. Je hebt heel veel kennis in je zitten. Het is tijd om deze wijsheid te gaan delen. Ik hoop dat met de verlichting dat het lukt, dat jullie het ook scherp in beeld krijgen. Het is natuurlijk even een andere setting dit keer. Maar wel leuk om ook weer zo een keer in beeld te komen. Het is een lange tijd geleden natuurlijk. Nu ben ik natuurlijk de laatste keren al een paar keer vaker zo in beeld geweest. Dat is begonnen met de live op Facebook. Maar daar ga ik nu even niet over uitweiden. We gaan eens even kijken, lieve leeuw, wat mag er nog aan toegevoegd worden met het tarot? Zeven van munten komt op kop. Houd toch echt wel in dat jij in gaat zien dat bepaalde patronen, dat je daar, dat het wachten daarop geen zin heeft. Nu is het wachten sowieso wel lastig, hè? Want dan zet je een bepaalde energie vast en Jij voelt van binnen heel goed aan dat het geen zin meer heeft. Dat iets waar jij input in hebt geïnvesteerd in hebt. Denk aan een verbinding, denk aan werk. Er kan heel veel dingen zijn. En misschien ben je een website aan het bouwen en heb je nou zoiets van, eigenlijk is het niet mijn ding. Of je bent gestart met een opleiding en je hebt zoiets van, het voelt eigenlijk toch helemaal niet zo als wat voor mij bestemd is. Laat het dan ook los. Het is soms lastig om los te laten, maar van de andere kant, je wordt begeleid. Je krijgt de mogelijkheden in zicht en je hebt alle wijsheden eigenlijk al in je zitten. Dus het is makkelijker om het dan los te kunnen laten, al wil jij het toch nog even vasthouden. Toch, die gehangene geeft aan dat je nog in een bepaalde afwachtende positie zit, waarbij je eerst kennis op wil doen, waarbij jij eerst het uitgestippeld wil hebben, alvorens je de stappen gaat zetten om iets achter je te laten. En dit is ook wel het stukje waarbij je dus eerst weer iets anders tastbaars wil voelen of creëren, alvorens je iets achterlaat. En dit is juist het proces om het los te laten
En al is er nog niks nieuws in de fysieke wereld in zicht, er ligt wel al een nieuw pad. Kijk, afwachtende positie. 2 van staven geeft natuurlijk aan van oké, ik ben het nog allemaal een beetje aan het vormgeven. Ik ben het nog aan het creëren, maar je hebt de wereldbol al in handen. Je hoeft letterlijk maar de wereld in te stappen en je kunt het verwezenlijken. Alle energie en manifestatiekracht ligt in jouzelf. En weet deze dan ook in de juiste vorm te benutten. Luister ook naar alle energie en synchroniciteit en boodschappen die je al ontvangt. Hè? Want je staat in verbinding. Jouw hogere zelf is eigenlijk ook een doorgeefluik voor boodschappen vanuit het universele netwerk, om het maar te noemen. Hè. Dat kan door middel van engelen zijn, gidsen, kan ook dierbare overledenen zijn. Maar er komt zoveel naar je toe. Ook met dubbele cijfers of liedjes die jij in één keer hoort van dat de songtekst jou op gaat vallen. Dat als je daarop in gaat tappen, dat je zoiets hebt van, oh, nou valt het kwartje. En dat gaat de komende periode steeds meer komen. We pakken er nog wat kaarten bij. Oh. Kijk eens, justice. Laatste ontkoppelingen, laatste stukjes. Kan voor sommigen ook zijn die nu aan het kijken zijn dat het een laatste stukje van een juridisch aspect is. Hoeft natuurlijk niet voor iedereen te gelden. Maar het gaat er vooral om dat jij in je balans blijft zitten. En zolang jij in jouw balans blijft zitten, zul je ook merken dat het allemaal wat makkelijker gaat. Je hoeft niet in die verdediging te zitten. Voor sommigen kan het zijn dat het gevoel is dat je dus nog even in een wachtstand staat, omdat je eerst dit stuk af wil ronden, terwijl ze hier duidelijk weergeven, je mag ook al verder wandelen. Je hoeft niet in die afwachtende positie te zijn. Want als ergens energie naartoe stroomt voor iets wat niet meer geldt, dan kun je je voorstellen dat het andere niet de optimale energiestroom kan krijgen, omdat jij het opsplitst in delen. We krijgen de hierofant erbij, dus blijf vertrouwen houden aan hetgeen wat naar jou toe komt. Blijf vertrouwen houden dat jij aan het langste eind gaat trekken. En dat langste eind kan dus voor iedereen anders zijn. Ik krijg nu al onderkant dekt voor de 2e keer de koningin van staven. De passie ga jij weer voelen in jouzelf. De energie stroomt in een andere vorm als wat jij gewend bent. En er zullen ook heel veel... Je kunt heel veel creëren, dat had ik het zojuist net ook al over met de magier, maar dat kan ook daadwerkelijk zijn dat je gaat creëren met een project met je handen of je gaat klussen of je kunt heel goed tekenen of breien of whatever. Hè. Het zijn zelfs elementen wat ik kan voorstellen dat voor sommigen het geldt dat je het eventueel je werk ook kunt gaan verkopen. In welke vorm dit dan ook zal zijn, of dat het nou op een beurs is, bijvoorbeeld een hobbybeurs. Maar het kan ook zijn dat jouw kennis en jouw creativiteit ingezet kan worden op werkvlak. Hè? Dat er een nieuwe vormgeving op jouw werkgebied neergezet mag worden en dat jij daar de drijfveer van bent. Ik voel wel gelijk een kriebel op mijn keel. Dus het kan voor jou dan ontzettend spannend zijn om dit dan ook te gaan doen. Omdat je het spannend vindt om naar de buitenwereld te treden. Dat zien we hier ook wel met die afwachtende energie. Wereld in te treden. We krijgen de wereldkaart onderkant dek. Maar wat let jou? Je hebt niet voor niets die talenten. Je hebt niet voor niets die mogelijkheden om dit ook verder uit te gaan breiden. Jouw kennis kan anderen weer stimuleren om educatief de energie te laten groeien. Dus jouw kennis mag vergroot gaan worden. Jij mag dus als leermeester aan de slag gaan. Dat jij jouw energie mag gaan delen in een grotere vorm. Andere mensen zullen van jou kunnen leren. Andere mensen zullen nieuwe inzichten gaan krijgen. Kijk, we krijgen de zonkaart erbij. Die kriebel die blijft. Excuus daarvoor, maar ja, dat is jullie energie. Dat hoort er nou eenmaal ook bij als ik intap op de energie.
er gaat heel veel veranderen. En dat heeft te maken met een oud pijnstuk die dus aangekeken is geweest de laatste periode. Daardoor krijg je nu dus ook de ruimte. En toch voelt het voor mij dat er sommigen een beetje nog het stukje zelfvertrouwen missen om door te pakken. En dat stukje zelfvertrouwen kan dus net de drempel zijn door in een afwachtende positie te blijven staan of daadwerkelijk over die drempel heen te stappen. Je hebt de mogelijkheden, je hebt de kennis, je hebt eigenlijk alles in jou zitten om door te pakken en dan kan het gaan stromen. We krijgen hier de 3 van staven. Alles mag gaan stromen, want in het energetisch veld is het al voor jou bestemd. Maar het is natuurlijk voor jou het element om, grijp je het aan of laat je het liggen, die kans. Want je hebt zo ontzettend hard aan jezelf gewerkt. Je hebt elementen zo in jouzelf geïntegreerd dat je er eigenlijk geen moeite meer voor hoeft te doen. Waarbij je het gevoel had in eerste instantie nog, ik mag er nog meer kennis over opdoen. Het zit al in jou, hè? Dit mag jij ook gaan voelen vanuit jouw spiritueel hart. Krijg je de hoge priesteres erbij. Heel erg mooi. De element geeft dus duidelijk weer dat jij het aardse stukje, maar ook het stukje sensitiviteit, spiritualiteit of intuïtiviteit, hoe jij het ook een naampje wil geven, daar ben jij je balans in aan het creëren. De stappen die jij hebt gezet in, in de lessen, dat kunnen echt wel karmische lessen zijn geweest, hebben er ook voor gezorgd dat jij een bepaalde vakmanschap meester bent geworden. We zien hier druiven op de achtergrond. Druiven zijn nog best wel lastig natuurlijk te kweken. Er moet veel tijd en energie naartoe gaan. Maar ook vooral veel liefde en aandacht. En als je dat blijft doen en ook in jezelf blijft geloven dat je het waar bent om te mogen ontvangen, dan zal het allemaal goed gaan komen. Onder Kandek krijgen we de 3 van bekers. Met weer de wereldkaart. En daarna krijgen we de voelkaart. Dus er gaat een vernieuwing plaatsvinden. Je gaat meer connecten met mensen. Dus je stapt de wereld echt in. Vanuit daar is er dus ook een nieuw proces wat jij gaat doorlopen. En of dat nou een proces is op zakelijk vlak of persoonlijk vlak. Dat je nieuwe stappen gaat maken op het zakelijke vlak. Misschien een nieuwe lijn uit gaat zetten. Of een nieuwe functie tot je gaat nemen. Misschien dus wellicht workshops of cursussen aan gaan bieden aan andere mensen. Dit alles omdat jouw hartchakra bevrijd is. En hier mag jij dus nu verder op door anticiperen. Je hebt de mogelijkheden, je hebt de kennis. Het is alleen aan jou. Ga ik het inzetten, ja of nee? Ik pak als laatste nog een boodschap uit de affirmatiekaartjes. En dan hoop ik dat ik voor maart, maar ook april dus, de boodschappen voor jullie lieve leeuw over heb kunnen brengen en dat je deze energiestroom mee kunt gaan pakken. Ik ga mee met de flow en laat de controle los. Het goede is naar mij onderweg. Nou, kijk, ik hoop dat hij goed in beeld komt. Schrijf hem weer op, plak hem op je kastje, spiegel of keukenkastje. Lees het gewoon elke dag op, hè? Want dan zul je ook merken dat het geïntegreerd gaat worden. Dat het stukje zelfvertrouwen gaat groeien. Dat je los kunt koppelen. Dat je niet in die afwachtende positie hoeft te staan. En dat die stroming ligt er al. Je hoeft er alleen nog maar op mee te gaan. En dan zul je ook merken dat het allemaal veranderd kan gaan worden. Dus lieve leeuw, dit was jouw energie-update voor maart en april. En dan start ik zo dus met de ram. Maak ik even mijn tafel leeg. Pak ik even een ander dek erbij. Vind ik wel zo fijn. Dan hoef ik het niet te cleansen. Kijk, dan starten we met de ram. Oké, wat mogen we weten voor de ram? De kaarten zijn vandaag snel. Je toewijding wordt beproefd. Eerste kwartier. Ik hoop dat hij in beeld komt. Oké, toewijding. Belangrijk element dus waar nu naar jouw energie naartoe gaat, lieve ram. Stukje door blijven pakken. Je zult wat triggers op je pad gaan krijgen, maar het voelt voor mij niet als heel intens. Dus het is wel iets wat jij onder de knie hebt en dat je dit ook kunt twisten weer naar de positieve zin. Angst blokkeert en weerhoudt je om te groeien. Probeer hier anders mee om te gaan. Dus
Die toewijding wordt beproefd, heeft met jouw angst te maken. Heeft met een bepaalde stap te maken waarmee je te maken gaat krijgen of al te maken hebt. Voor mij is het natuurlijk, ik tap in op de energie van maart en april. Nu is het in het collectief veld. Dan is het natuurlijk zo dat iedereen op een ander pad zou kunnen lopen. Dus voel even in welke tijdlijn jij zit. Maar we gaan eens wat kaarten erbij pakken met de tarot. 5 van munten krijgen we als eerste. Nu is het zo dat bij de 5 van munten je dus vast blijft houden aan iets wat misschien niet meer werkt voor jou. Maar we zien hier al, volgens mij is dat het sneeuwklokje opkomen. Ondanks dat het koud en bitter is, kom je toch eigenlijk met een vernieuwing naar boven. Dus er gaat een nieuwe energie komen. De mogelijkheden liggen er. Alleen het stukje blokkatie van angst is dus wat jou weerhoudt. Nu heb je natuurlijk zelf de touwtjes in handen. Je kunt zelf het pad creëren wat voor jou bestemd is. Maar dat heeft allemaal met balans in jouzelf te maken. Nu kan deze kaart natuurlijk ook andere elementen bevatten of betekenen. Maar voor nu voelt dit als jouw eigen kaart. Waarbij jij dus gaat leren ontdekken. Wat zorgt ervoor dat iets bij mij weer op komt zetten? Waarom heb ik angst? Wat is de blokkerende energie wat daarop gebaseerd is? Kan ik dit vormgeven in een ander jasje? Kan ik dit ontkoppelen? En kan ik door die dood en wedergeboorte heen? Het loslaten van oude pijnstukken, conditioneringen of patronen zijn het lastigste wat wij hier op aarde mee te maken hebben. Maar het is wel zo dat als jij weet hoe je die twist kunt neerzetten, kun jij ook dit omarmen en doorbreken. En het stukje doorbraak is dus wat de komende tijd gaat komen. Alleen hier mag je dus iets meer aandacht aan gaan besteden. Aandacht om eraan te gaan werken hoe je dit kunt creëren. Onderkant dek krijgen we de 3 van munten erbij. Dus je zit nog niet in de fase dat je er helemaal meester in bent geworden. Maar je zit nog eigenlijk in de studerende fase. De fase waarbij je dus mag leren ontdekken. Wat betekent het voor mij als dit op komt zetten? Hoe kan ik dit omarmen? Hoe kan ik dit eigenlijk aangrijpen en stabiliseren? En dit komt omdat er een bepaalde angst of belasting op jou rust vanuit jouw jeugd. En dit kan te maken hebben dat misschien ooit iemand een uitspraak heeft gedaan van ja, maar als je dit doet, dan ben je niet goed genoeg. Of als je dit gaat doorlopen, er is toch geen baan. Of daar kun je geen inkomsten mee genereren. Het voelt voor mij namelijk dat er in een jeugdperiode al een belasting op jou is gelegd. Waardoor je dus ook iets op hebt gebouwd intern. En elke keer als jij verder gaat lopen op jouw pad, komen er kruimeltjes van verdriet, pijn of indrukken bij. En samen zal dat een grote berg gaan creëren. En het is nu aan jou om te voelen, waar zit die triggerpoint? Waar is het mee begonnen? En hoe kan ik eigenlijk de koe bij de horens aan gaan pakken en dit stuk doorbreken? Want als jij de kern of de wortel gaat ontdekken van dit stukje angst, zul jij het kunnen twisten en los kunnen koppelen. Maar luister vooral goed naar de boodschappen die door gaan komen, want ze komen nu op dit moment nog niet helemaal bij je binnen. En dat is jammer, want het begint allemaal met het stukje goed blijven gronden, goed de aandacht geven aan bepaalde emoties die met zich meespelen. Je beschermt je eigen nog af voor hetgeen wat komen gaat. En dat is omdat jij je comfortabel wil voelen in een situatie waar je nog niet comfortabel in zit. Daarvoor mag je dus nog iets meer werken of aan gaan werken om dit ook te kunnen creëren. Mannelijke energie van jouzelf mag daarin ook geactiveerd worden. Mannelijke energie waarbij je dus krachtig in het leven staat, vol passie. Je weet waar je voor kunt gaan. Je weet de inzichten, je hebt de kennis. En je zit dan ook krachtig in je energie. Stabiliteit die gehandhaafd wordt. En de inzichten zul je dan kunnen gaan ontvangen. Er zijn heel veel mogelijkheden om dit proces te doorlopen voor jullie, lieve Ram. Maar het is natuurlijk voor iedereen hun eigen proces, hun eigen waarheid en hun eigen gevoel die daarin meespeelt.
Welk pad jij ook bewandelt, voel vooral van jouw innerlijke stem uit of jouw hartgevoel wat het met jou doet. Hè? Wat prik ik op dit moment als jij deze video kijkt, wat prik ik aan? Wat betekent dit voor jou nu dat die pijn of herinnering weer naar boven komt? De laatste periodes van januari, februari zijn best wel intens geweest. Zijn er veel oude elementen aangeprikt, waardoor je opgeschoond mag worden. Nu is het zo dat maart en de overgang naar april dus ervoor zorgt dat er een bepaalde uitzuivering weer plaats gaat vinden. En eigenlijk de laatste restjes opgeschoond gaan worden. Maar iedereen maakt zijn eigen vrije keuze erin of dat je wel het oude achter je laat of niet. En het voelt voor mij dat de meesten dit wel gaan doen. Maar we krijgen ook bij deze reading, zojuist bij de leeuw ook al, de twee van staven. Die afwachtende energie. Alles eerst willen uitstippelen en ontdekken wat het voor jou betekent. Wil ik die strijd aangaan? Wil ik die verdediging instappen? Of kan ik het met oprechtheid en puurheid ook omarmen? De zon is eigenlijk achter jou aan het schijnen, maar je bent nog met stukken uit het verleden bezig. Je kunt ook die wegversperring met die staven omkeren en er voorbij lopen. Hè? Want ze staan hier wel. Maar als je uitzoomt van die situatie, dan zijn die staven niet oneindig in de grond gezet. Het zijn er echt maar een aantal. Hè? Het zijn er 8 die er staan. Je kunt er omheen lopen en je kunt naar die vernieuwing toe. We krijgen hier 8-8. 8-8 is ook de stukje van financiële succes. Stabiliteit neerzetten. Vooruitgang, krachtige frequentie is dit om op door te pakken. Dus het geeft duidelijk weer, dit kun jij creëren. Dit is voor jou mogelijk. Maar maak je het ook mogelijk of niet? Kijk, jij bezit de kracht. Jij hebt de energie. Pak die op. Yin-yang energie. Een einde van een lang en pijnlijke cyclus. Gaat er in maart en april voor heel veel van jullie gecreëerd worden. Maar de laatste restjes moeten ook opgelost worden. Hè? Want overal kan weer onkruid opkomen zetten. En het is aan jou om die onkruid ook weer even te plukken. Al zijn de rest van de wortels al verwijderd. Er kan altijd weer wat oppoppen. En als dat oppopt, is het ook van belang om weer uit te zuiveren. Want alleen dan kunnen we ons eigen helemaal volledig op DNA-niveau ons ontdoen van dat hele pijnstuk. En je kunt je eigen voorstellen als er iets ontstaan is vanuit je jeugd. En daar is continu lading bovenop gekomen. Dat die wortels behoorlijk diep kunnen zitten van het eerste aspect. Waar het mee begonnen is. Ook voor jullie pak ik een kaartje. Nou, jullie krijgen er 2 uit. Ik laat los wat mij niet meer dient. Nou, die geven we alvast in beeld. En ik krijg liefde is doen waar jij blij van wordt. Oh, kijk. Volg vooral jouw innerlijke kompas. Volg jouw leiding daarin. Niet je angst volgen, maar jouw gevoel van warmte en liefdevolle energie. Wat is voor jou belangrijk? Waar krijg jij een warm gevoel van binnen? En dan zul je ook merken, die stroming kan geoptimaliseerd worden. Lieve Ram, dit was voor jullie voor maart en april de reading. Ik ga zo dus verder met de boogschutter. Ik ga even mijn tafel leeghalen. Dan hoop ik dat deze boodschappen voor jullie weer in de juiste vorm binnen mag komen. Kijk anders echt even bij je maanteken, venusteken, ascendant of noordelijke maanknoop. Dit kun jij vinden door middel van je geboortehoroscoop uit te rekenen. En dan zul je ook merken dat daar vaak ook een toegevoegde boodschap in zit. We gaan dus nu verder met de boogschutter. Wat mag er voor de boogschutter op tafel komen? Wat is er allemaal aan de hand? En wat mag ik overbrengen? Tijd voor actie. Nieuwe maan in Ram. Kijk. Hoppa. Krachtige energie. Ga ergens voor. Pak door. Je bezit alle mogelijkheden. En je hebt alles binnen handbereik. Alleen mag je het zelf ook gaan inzien. Alle twee? Oké. Okay. We hebben De zon mag weer schijnen. Ik hakkel en stakkel, sorry. Weet dat jij de kracht bezit om door positieve gedachten een verandering aan te brengen in deze mindere periode. Dus het is tijd om nu te ontkoppelen. Nu is het natuurlijk al sowieso in het collectief een transformerende energie wat actief is. Ik laat hem even zo zien. Ik hoop dat hij scherp stelt. Volgens mij
niet, sorry daarvoor. En we hebben soulmate. In het energetisch veld is jullie energie al samen aan het smelten. Nu is het in het energetisch veld, wil dus totaal niet zeggen dat er in de fysieke wereld al een samensmelting kan gaan komen. Maar alles wat in het energetisch veld al samen kan smelten, kun je dus ook mee connecten. Dus mocht jij dus een soulmate voelen in jouw energetisch veld, dan kun jij dus door middel van diepere of ja, intensere meditatie, waarbij je hoofd uitgeschakeld is, al connectie leggen met deze persoon. En een soulmate hoeft echt niet alleen op het romantische vlak te zijn. Dat kan ook zeker op zakelijk vlak zijn, vriendschapvlak. Het kan in een familiaire band zijn, hè, dat het misschien met je kind of je zoon of je dochter of je ouders is. Dus voel waar het bij jou naartoe gaat, hè. Misschien voor sommigen kan het gelden dat je al een soulmate hebt gehad in dit leven, maar dat jullie afscheid hebben genomen, dan kunnen jullie energetisch ook met elkaar weer in verbinding komen. Maar we gaan eens even kijken wat er naar voren mag komen met de tarot. Neem dus wat voor jullie van toepassing is. Laat de rest los. Het is dus een reading van maart tot en met april. Het vertrek staat in het zicht. Je hebt oude elementen losgekoppeld. Voelt voor mij wel dat je, waar wacht je op? Tijd voor actie, waar wacht je op? Deze persoon staat namelijk nog te wachten. Terwijl met andere kaarten deks deze persoon al in het, ja, in het verdere verschiet aan het wandelen is. Dat je die al op een afstand ziet lopen. Je hebt heel veel al aangeprikt. Je hebt heel veel al doorlopen. En dat is ontzettend mooi natuurlijk. En daar mag je ook ontzettend trots op zijn dat jij dit al voor elkaar hebt gekregen. Want het hele proces is niet makkelijk, hè. Dit is best wel een intensiteit waarbij het soms behoorlijk knokken is om je eigen in balans te houden. Nieuwe mogelijkheden gaan op je pad komen. Nu voelt het ook voor mij dat je al veel bekers hebt aangeboden gekregen. Maar dat je bepaalde bekers ook van je af heb geduwd. En dat heeft ermee te maken met het feit dat er natuurlijk in sommige bekers ook elementen zitten wat niet prettig is. Waar je dus makkelijker op intapt en vooral intuïtief voelt van oké, dit is dus niet voor mij. Dit laat ik los. En vanuit daar ga ik het ook gewoon een nieuwe pad neerzetten. En we zien natuurlijk dat er best wel wat intensiteit is geweest de afgelopen periode. Kan dus de laatste maanden zijn geweest, maar dat kan ook een stuk zijn geweest van vorig jaar of daarvoor nog. Maar dat nu de restjes naar boven gaan komen, waar nog even wat aandacht vergt om dit uit te zuiveren. Je hebt de inzichten, je weet hoe het pad mag bewandelen. De triggers op je pad weten jou niet meer te raken. Je weet deze om te buigen. En vanuit daar weet je ook van oké, ik mag me weer zachter op gaan stellen. Je hebt nog een bepaald schild om je heen. Waarbij je dus je niet zo kwetsbaar op durft te stellen als wat wel zou mogen. Want we krijgen en de paarsje van bekers en we krijgen de koning van munten. Paarsje van bekers is natuurlijk een vernieuwde energie, iets wat je weer mag leren. Waarbij je nieuwe stabiliteit vorm mag geven in een hogere frequentie. Maar waarbij je dus ook vanuit je hart weer wat stukjes open gaat stellen. En vooral die hartchakra is een belangrijk stukje wat de komende periode voor jullie lieve boogschutter naar voren gaat komen. Een periode van vernieuwing, nieuwe inzichten, nieuwe kennis opdoen, maar ook vooral voelen intuïtief, waar word ik blij van? Waar werd ik vroeger blij van? En zijn dit elementen die ik nu ook weer toe zou kunnen passen in mijn leven? Nu zijn het misschien ook voor sommigen die al verder in hun transformatieproces zitten. Elementen waarbij je dus ook voelt dat je in connectie staat met vorige levens. Dat ook die elementen naar het licht gaan komen, dat je die energie voelt. En dat je misschien iets verder in dit leven op mag pakken wat met die positiviteit te maken heeft. Wat je toen de tijd misschien niet af hebt kunnen sluiten. En ik zeg niet af heb kunnen sluiten, omdat er een bepaald einde is geweest in een vorig leven. Nu kan het dus zijn, als jij geen vorige levens op dit moment uit aan het zuiveren bent, dat het dit leven is, hè, dat er bepaalde intensiteit is geweest, waarbij je inzichten mag gaan krijgen waarom iets is ontstaan. Waarom
er pijn en verdriet is geweest. Waarom eigenlijk een schaduwzijde geactiveerd is geweest eerder in deze periode. Maar alles is nu om die uitzuivering in jouw energetisch systeem verder te activeren. En je komt er zeker wel, maar het is wel zo dat je in jezelf mag blijven geloven. En praat je eigen ook niet negatief omlaag. Ja, maar ik kan dat niet. Ja, maar ik weet niet hoe dat moet. Jawel, innerlijk weet je echt wel hoe het mag. En kan en moet. En vooral dat moeten. Hè? Je legt ergens een conditionering op door het woordje moeten te gebruiken. We krijgen namelijk hier de chariot, kreeftenergie. Een energie van vooruitgang. Een energie van verplaatsen. Verplaatsen in een comfortabelere zone. Waarbij je dus leert omgaan met je kwetsbaarder op te stellen. Waarbij jij dus ook leert om daar je stabiliteit in te krijgen. Comfortabele energie. Nou is de chariot natuurlijk een snelle energie. En de koning van munten een tragere energie. Het is een heel traag proces waarschijnlijk voor jou geweest. Waarbij jij het gevoel had, ik wil veel meer vooruitgang hebben. Maar als je eenmaal die clue hebt ontdekt, dan kan het heel snel gaan. Maar alles is wel wat gerelateerd is aan het stukje balans. Voelt voor mij ook met jouw zielscontract dat het daarmee te maken heeft. Stukje afsluiting, een stukje verwerking. Onderkant dek krijgen we de koningin van bekers. Van de paasje van bekers naar de koningin van bekers zijn natuurlijk al rigoureuze stappen wat je maakt. Nou zijn dit stappen wat voor sommige mensen in een snel tempo kan gaan. Maar dit kan voor sommigen ook best wel wat intensiteit of weerstand bieden. Omdat het best wel lastig is om je eigen weer kwetsbaar op te stellen. Maar als je dit kunt en je kunt hier stappen in maken, dan weet je ook dat je het oude echt ontkoppeld hebt. En dat je ook in die nieuwe trein aan het stappen bent en een nieuw perron mag gaan bereiken. Kijk eens, want achter deze persoon liggen twee lieve, liefdevolle, volle bekers. En ondanks dat je dus veel pijn en verdriet hebt gehad, kun je dit wel gaan ontkoppelen. Ridder van munten, komt op kop. Dus er is een stagnatie met iemand waar je mee te maken hebt gehad. Er zijn inzichten geweest dat iets niet voor jou bestemd is geweest. En het voelt voor mij eigenlijk als een last van je schouders. Een last die losgekoppeld is, waarbij je dus ja, naar die vernieuwing aan het groeien bent. Blijf vooral eerlijk naar jezelf. Blijf oprecht, blijf handelen en voelen wat het voor jou betekent. Hè? Hoe kan ik eerlijk blijven in een situatie als angst nog een hele grote rol speelt? Ja, dat wordt lastig, want angst of conditioneringen of een stukje ego als die gaat spreken, dat is niet de waarheid waar jij op hoeft te anticiperen. De waarheid zit in jou intern. Dit kan onbewust zijn, dit kan bewust zijn, dit kan vanuit jouw hogere zelf zijn. Maar het is dus juist de clue om te leren connecten met jouw innerlijke stem. Onderbuikgevoel, voor sommigen geldt het echt dat het nog als een onderbuikgevoel is. Volg dat ook gewoon. Dan zul je ook merken dat hoe meer je dat blijft volgen, hoe meer je succes zult hebben en hoe meer dat stukje zelfvertrouwen daarin gaat groeien. Kijk, interne licht schijnen. Alle kennis zit in jou al, lieve boogschutter. En het is nu de periode waarbij je dus in die transformatie, die overgangsfase zit. Het oude jasje loslaten na die vernieuwing. Dus maart en april is voor jou nog een transformering. Wat ervoor gaat zorgen dat je pijnstukken kunt transmuteren. Het loskoppelen, angst los kunt gaan koppelen. Verbinding kunt leggen met zielen waarmee jij mag connecten in de fysieke wereld of in het energetische stuk. Voor velen is dit echt alleen nog op dit moment in het energetische stuk. Want als jij nog niet zo ver in jouw groeiproces bent om te connecten met een soulmate, dan is het lastig. Want het gaat om de vibratie die jullie beiden uitzenden. En als het de tijd ervoor is, dan hebben we echt met de divine timing te maken. Dan zal jullie pad gaan kruisen. En anders kan het zijn dat iemand sneller gaat en dat je elkaar misloopt.
Maar je bent niet afhankelijk van iemand om mee te connecten, want dit is jouw eigen individuele pad. En daar ligt de focus op dit moment op. Maar we gaan eens even kijken wat ik nog mag toevoegen voor jullie lieve boogschutter aan affirmatiekaartje. Ik vertrouw op mezelf omdat ik voel wat goed is voor mij. Nou kijk, heel mooi om met deze kaart te eindigen. Dit is waar jullie groei naartoe gaat. De kracht in jezelf, het vertrouwen in jezelf, je intuïtie. Laat het lekker stromen, want ook voor jullie gaat die vernieuwing plaatsvinden. Voor jullie gaat er ook een nieuwe stuk pad openen. Het ligt er al, alleen het is aan jou om ook stap voor stap daarop te gaan wandelen natuurlijk. Op je eigen tempo, met je eigen snelheid. Niet met alle input van anderen natuurlijk, maar echt vanuit innerlijk. Wat is voor jou belangrijk? Waar voel je je eigen goed bij? Wat raakt mij en hoe kan ik dit vormgeven, zodat ik in mijn volledige kracht kan komen te staan? Het is in ieder geval voor jullie nu tijd om actie te ondernemen. Ga uit je vastzittende positie of comfortabele zone en ga de wijde wereld weer in. En dan zullen jullie die shift kunnen maken naar die vernieuwing, het oude jasje loslaten en naar die vernieuwing toe. En dit is wat eigenlijk in het groot van het collectief op dit moment van toepassing is voor heel veel mensen. Lieve boogschutter, dit was jullie reading voor vandaag, dus voor maart en april. En dan wens ik jullie een hele mooie periode toe en tot de volgende video. Doei doei!